Wie? Dat hier uit je bang. Mijn calorieën. Daar. Zo. Ik laat. Ik heb hem al even op vullen gezet. Ik ben niet op veel afgeslagen was. Nee, het is inderdaad daar ook iets in de mug. Chamber Street. Hoe kun jij zien wat er is? Ik zal even elkaar aangeven. Hoe ver zitten we hier van het hotel vandaan? Ver. Ook nog, maar ja, we kunnen hier niet echt gewoon om even naartoe te lopen. Nee. Nee. Maar we kunnen, ik kan even, als wij voorrijden, kan ik wel even bij. Dat zou één dubbel minder is. Ja, dat wordt het. Er is 4 double rooms. Oké. Okay.
Thank you. So everybody else is twin bedrooms. Yeah. Twin. Een schitterende kamer. En we heel eventjes kunnen zien dat wij onder de indruk van het fantastische hemelbed. Open haard, kop een koffie, voor thuis, tapijten. Badkamer, een heel mooi antiek lichtbad. Mooie antieke plafuizen. En ook een fortuin, ja, wat dieper die weet ik niet. Het is echt geweldig. Maar kom op en laat ik het je zien. Zoals je aan de Britse reactie kan zien van... Oh, we hebben het luisteren, je wil het niet weten gewoon. Nou, zo, ook Bill is heel erg enthousiast. Reis. Zijn we er bijna? Even een reservoirtje doen. Kom maar. Hier is hij dan. Zo. Cool, hier rij. Vind je ervan? Oh, shit. Dan moet je wat eens kijken. Op dit weer van Edinburgh te zien gemaakt, maar hier wel. Kijken? Ja. Oké. Okay. Honeymoon. Honeymoon? Honeymoon. Sweet. Het is een prachtig hotel. Hey, goed gedaan, Rick. Voor je... Heb je mijn kaartjes gezien? Nee, maar ik hoor dat jij een shit vrij over. Ja, dus... Goed. Topie. Ja. Ja. Hier gaan we. Tada. Gaan naar bed. Waar is ze? Ik is er van. Dit is mijn man. Dit is heel naar. Hij is 7. Ben je nog? Ik ben helemaal blij. Heel vervelend. Met de kring zo krank. 2 oktober. Vrijdag. So finally, the day closes. The majority of the people in Boone, of this team, have been fucking rat-assed. Met andere woorden, dat betekent dus dat ze stom luisters geweest zijn. En dat ze de komende dagen ook nog blijven. Dit is Edinburgh. De eerste dag. Ja. Thee, whisky. Uit. Nu uit. Slecht. Nee, het is kut. Dit is echt kut. Nee. Ik praat niet meer. Nou, wat vond je van vandaag? We zijn in Grantown geweest. Monteer de zaak wel. En we zijn gaan reizen naar Edinburgh. Wat vond je van Grantown? Grantown on Spey. Grantown on Spey, dat is, ja, het is een soort van Bobbelstein. Zeer aangenaam, leuke mensen. Lekker drinken, good drinking. Eerste indrukken van Edinburgh. It's a huge city, classical town. I didn't have, tomorrow we'll explore it, wander up Edinburgh Castle and do some shopping, call my mother and talk bollocks to a lot of people.
But you will edit this, absolutely. I'm asking you. Because I'm talking fucking bollocks now. Met andere woorden, ik ben dus nu weer aan het lullen. Want dit is volledig onvoorbereid. Maar het geldt voor iedereen. That's right, yeah. In other words. Hoe maak ik... In other words, how to modernize yourself in front of the camera. Met andere woorden, hoe zet ik mezelf voor lul in, voor de camera? Yeah, I think I'll have another whiskey. Oh. Do you mind if I crank up the volume? Some good Irish music. Some brilliant Irish music. It fits in the it fits within the landscape. This piece of shit. I'm producing now. Indrukken zijn dus tot zover. Schotland, zeer goed. We zijn met een leuk stel mensen waarmee we het 99,99% allemaal mee kunnen vinden. En zulke evenementen zijn voor herhaling vatbaar. Stuff like this should be repeated, but it should be more international. And yeah, ik zou doorfilmen. Music is more, yeah, the music is more interesting than me. World music, a fusion between Western and African cultures. Girl jewels. Hearing more from them later on. Now I'd like to welcome Bjork in the background with Bjork. Massive cleavage. See, Iceland guy. Welcome back to our show. In this short routine podcast. Goed. Ja, dit is dus de dagafsluiting. En dan moet je zogenaamd serieus zijn. Dat is zo moeilijk. Als je namelijk je woorden niet kan vinden. En wordt het ook opgenomen? De lucht niet, maar het geluid wel? Die scheet?